It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En welkom bij de tweede aflevering van de Road to Life Golden HVK. Dat natuurlijk. We spelen weer potje Domination op de map Hunt, het als het goed is. En we spelen nu met de HVK 30 natuurlijk. We hebben al één cambootje unlocked. We hebben op dit moment 7 headshots natuurlijk van de 100. En ik speel nu ook met de quick draw handle erop. Omdat we die de vorige keer hebben unlocked in de aflevering. Dus, we zijn ook level 6 qua wapen op dit moment. Dus de suppressor net unlocked zoals je al zag. En ik speel expres niet met de grip. Want zoals je weet, als je grip gebruikt gaat jouw wapen niet echt omhoog. En we moeten juist hebben dat ons wapen omhoog gaat. Dit is een mooie gratis headshot, want dan kunnen we tenminste headshots maken. Ik heb op dit moment nog geen scavenger aanstaan, omdat ik nog niet het goede level ben. Dus als ik eigenlijk op mijn streakje zit, moet ik me eigenlijk laten killen. Dat is wat minder mooi. Even reloaden snel. Ik weet niet of hij hier nog zit. Ja, dus. Oké, let's go. Pak voor de zekerheid even deze M8 op. Let's go, nog killen erbij. Holy shit, hoe hebben we dit overleefd? We spelen bij weer met de UAV, Wraith en de Hater. Als je dat nog niet hebt gezien. Maar daar speel ik dus mee voor jullie. Ik heb nog maar 20 kogels. Dat is eigenlijk dikke kak. En hier ben ik echt gezeten door mijn teammate. Nu moet ik eigenlijk door met de dinges, want ik wil even mijn streaks halen. Of ik moet even over iemand heen lopen die ook een... Beter ga ik niet dood hier. Oh, wij, ik werd gekild door sniper. Oké, we hebben weer HVK 30 ammo, jongens. Let's go. Ik heb al bijna scavenger. Nog 10 levels of zo. Dus dat is het probleem niet heel erg. We moeten gewoon dus iets beter met ons ammo omgaan. Maar als we nou eventjes... hoe heet dat? Veel headshots kunnen halen. Zou het mooi zijn. Oh shit, ik zag hem gewoon helemaal niet aankomen lopen. Maar als we deze aflevering weer een nieuwe camera erbij zullen kunnen krijgen, zou het mooi zijn. Want op een gegeven moment, het gaat nu van 5 naar 10 naar 15 naar 20. Ik weet niet of het steeds per 5 gaat, geloof ik niet. Voor mij gaat het ook soms gewoon per 25. Dus als we nou even nog een camera erbij kunnen unlocken, zou het mooi zijn. Let's go, dat was een headshot. Huh, dat was geen headshot! Zo, als dat geen headshot was, dan weet ik het ook niet. We hebben de site in ieder geval. Maar de site ga ik nu niet gebruiken. Die ga ik echt straks pas gebruiken als ik bijna mijn streak heb misschien. Headshot? Nee, natuurlijk niet. Altijd als je headshot nodig hebt, haal als je niet, man. Dan ga ik daar weer te ver omhoog en dan schiet ik alles mis. Dat heb ik namelijk altijd. Dat is mijn probleem een beetje. Let's go, dat was wel een headshot. Zie je hoeveel ammo ik dan meegeschiet. Oké, ja, spring jij maar van de map af. Oké, ik wil even B pakken. Kom maar, teammates. Ik wil wel even B hebben. Ik wil even B hebben, jongens. Oh, geen headshot. Shit, heb jij... Nee, jij hebt ook geen HVK 30. Hey, yes, go. We hebben een nieuwe camo, de Ash camo. Let's go. Zo gaat wel lekker, jongens. Tweede aflevering al 2 cammootjes binnen. Weer sniper, shit. Zo moet het gewoon door blijven gaan, jongens. We hebben UAV'tje binnen, kallen we er gewoon eventjes in. Hij heeft de Tempest. Ga weg met je Tempest, man. Jordan, zo. Oh, nee, er zit er nog één op. Ah, kut. Oh, die had ik niet gezien, man. Ik ga even mijn site inroepen gewoon. Gewoon dat kan. Ah, kak, man. Ik had hem niet gezien. Shit, sorry. Jammer, man, hé. Kut, ik heb geen boost meer. 1, 2. Oké, hij zit op C. Twee. Oeh, ik ben hier gesaved, jongen. Holy shit, ik heb wel de final kill cam. We staan natuurlijk lekker voor op de enemies. 21-5 in de eerste ronde. Met een nieuwe camera natuurlijk. En de side kill cam. Had gewoon een triple moeten zijn. Die kill werd gekillst die daar zo. Had gewoon een triple final kunnen zijn. Het is nu dubbel final, jammer genoeg. En daar ben ik echt gesaved door de final kill cam.
Of door de hondenswitch, gelukkig. Maar we hebben ook weer gelijk nieuwe ammo. Dat is ook nog 75 punten voor een nieuwe UAV. Of voor een raid, ik weet het niet. Voor mijn UAV. Laat ik maar gewoon even de C-vlag meekappen. Waarom ook niet. En zoals je ziet heb ik ook de camo op de HVK 30 staan. Ik ga gewoon steeds welke camo ik gebruik, ga ik om mijn wapen zetten. Dat heb ik wel gewoon een goede. Let's go, UAV. Oh, hij was een sniper. Zag je dat? Weg hier. Kom maar, kom maar, kom maar. Komt er nog iemand? Ik heb wel geduld hoor. Oh nee, hij zat daar binnen. Oh, dan had ik kunnen wachten. Had ik op kunnen wachten, had ik op kunnen wachten. Chesto, je bent dom. Ja, jongens, ik weet het. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Waarom moest ik nou weer niet naar die kut linkerkant kijken? Holy shit, je bent gerekt. Bij de rest, als je nog kijkt, sorry voor vorige week dat ik de Gabelo IT8 heb opgenomen. Er was dus iets met mijn Elgato bestandje aan de hand. Waar ik niks aan kon doen. Dus het spijt me, ja. Het was niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling. Het zou nooit meer gebeuren. Het zou niet meer gebeuren. Het kan altijd gebeuren dat je bestandje niet helemaal goed gaat. Ik doe er niet expres niet van. We gaan alleen maar dood, jongens. Kom op. We moeten nog headshot maken, man. We hebben er maar 3 of 4 gemaakt in dit potje. Want we hebben wel een nieuwe camo. Dus sowieso 3. Dat is nog wel weinig. Zo, hij is klaar met zijn site in ieder geval. Hoe kunnen we nou opeens achter hem spannen? Dan hebben ze C. Nee. Ze hebben niet C en spannen achter ons. Kort logic. Hij zit op C. Kom op, snel naar C, snel naar C, snel naar C. Kom maar. Go. Bijna mijn hater en bijna mijn vreed. Die wil ik eventjes halen. En dan choke ik hem mooi fucking erg mis te schieten. Oh, I hate it, I hate it. De struggles, jongens. De struggles. Zo, jullie hebben dit ook wel eens gehad als je de site gebruikt. Als je ermee inzoomt en dan... Als je, laat me zeggen, kijk, ik ga het proberen uit te leggen. Als je ermee inzoomt, dan gaat hij natuurlijk ronddraaien. Zoals een minigun. Het probleem daardoor is... Niet naar beneden vallen. Het probleem daardoor is... Als jij dat dus doet... hoe zeg je dat? Als jij dus... naar beneden gaat. Let's go, we hebben een headshot. Dan kan jij dus minder snel naar links en naar rechts doen. Zelfs als dat je ingezoomd niet door de map heen loopt. Is hetzelfde. Vandaar dat ik dus die kill choke daar zo. Let's go. Oeh, ik word even geblokt daar zo. Maar gelukkig heb ik de kill nog. En nu zijn we UAV. Ik heb ook een UAV. Let's go, teammate. Ik heb je niet gesaved. Sorry, jongen. Het spijt me dat ik je niet heb gesaved. Let's go. We gaan wel lekker, jongens. We hebben 41-9 op dit moment. Dat is ongeveer... iets meer dan een 4.10 kaliber op dit moment, geloof ik. Nee, nog niet. We hebben iets minder dan een 4.10 KD. Maar ze zitten op A. Laat ze maar komen. Kom maar. Jammer, nog geen headshot. Oké, ik heb een vreed. Ik moet nog 1 kill. En dan heb ik de hater. Let's go. Dus eigenlijk gewoon de orbital V-set gewoon. Alleen nu heet het een hater. Alles moet natuurlijk een nieuw naampje hebben in de game. Zelfs als een Blackbird in Black Ops 1. Toen is hij van de Blackbird naar de orbital V-set gegaan. En van de orbital V-set is naar de hater gegaan. En de hater is natuurlijk wel eens gewoon een dope naam. Voor een score schiet. Want iedereen haat dit ding eigenlijk als je hem tegen je hebt. Dus ja, het is wel lachen gewoon. Let's go, mijn vreed gaat hem. Let's go, gewoon ook even de site erbij gebruiken. Oh! Ah, kak. Ik zag hem niet, ik zag hem niet. Totdat ik pas om me ging schieten. Want ik kreeg niet goed genoeg op mijn minimap. Maar ze hebben mijn vreed willen ze kapot maken. Kom op, vreed. Ik kill er nog een paar. Oké, Wraith destroyed. Nou, doei Wraith. Ga je missen, jongen. Je hebt genoeg kills voor me gemaakt. Let's go, mooie hitfire erbij.
Ah, dat had een headshot moeten zijn. Dat had een headshot moeten zijn. Soms denk je echt in het spel van holy shit, dit is een headshot. Let's go, dat is een headshot. Oké, let's go. We hebben dus gewoon op het laatste moment de final kill cam headshot. Waar we nog één camera erbij hebben natuurlijk. Dus, mocht je nooit hebben van deze aflevering, laat even je blauwe duimpje omhoog achter. We gaan nog eventjes naar dit potje kijken wat we allemaal voor camo's hebben. Mooie headshot nog, waardoor we net nog even een nieuwe camo unlocken natuurlijk. Dus dat is wel mooi, dat is wel mooi, dat is wel mooi. Kom op jongens, even het einde laden en dan is het ook weer klaar. Dan hebben we deze aflevering ook weer gehad. Dan hebben we weer mooie wat camo's binnen gesleept natuurlijk. Kom op. Ja, dan gaan we dit. 53-11 is ons uitgekomen, by the way. Lekker, lekker, lekker. Best wel een mooi potje neergezet. Vind ik zelf. 5 captures, dus ook nog redelijk objective gespeeld. We hebben gewoon mooi gewonnen. Binnen de tijd ook nog wel. Maar. Gaan we laden, gaan we laden, gaan we laden. Dan moeten we eventjes leaven. Als het lukt. Kom, het duurt altijd zo lang dit, jongen. Holy shit. In AW duurt dit ook altijd zo fucking lang. Oké, leave. Lieve lobby. Oké, we hebben op dit moment hier zo de rode golden HVK 30 camo. 2 camo's unlock, de Ash en de Flagturn. We hoeven dus nog maar 5 headshots en dan hebben we alweer 20 headshots voltooid natuurlijk. Wat hebben we dan nog op unlocked? Verder is niks. Dus laat ik een high caliber voor de volgende ronde. Voor de headshots natuurlijk. En een quick draw erop zetten. Dus mocht je nou even deze video laten, via blauw duimpje omhoog achterhelpen. Maar natuurlijk enorm. En ook leuk te zien bij de familie weer morgen. En natuurlijk de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer mensen. Laters.